opperste concentratie bij Eline Nagelkerken. Voor helemaal uit Oostenrijk. En dat is toch dan wel weer leuk als je een keer kerstkaartjes. Nou, deze moesjes. Oh. Dat was eigenlijk gewoon op de vloer. Nee, ik had geen goed idee. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. Ja. Wij zijn in de bakkerij. Eline is bezig met de worstenbrood. Mijn finalistje. Eline staat wel in de finale en ik niet. Goed gedaan. Ik ben trots op jou. Ik weet al hoe het komt. Ik zal straks wel het verschil laten zien tussen de worstenbroodjes die wij in de winkel verkopen en die Eline maakt. Die van Eline zijn gewoon 100 keer zo mooi. En het duurt ook wat langer. Want Eline doet ze maar uitrollen, wij doen ze vanuit een bolletje maken. Kijken, hè? Waar moet ik kijken? Ga je nou bloem strooien? En dat mag dus niet zo. Als je dit doet, vroeger deed de bakkers altijd zo met die bloem. En toen kreeg je op een gegeven moment bloemallergie in de bakkerijbranche. Dat is 20 jaar geleden. Toen zijn we er in de bakjes mee gestopt met stuiven. Tegenwoordig moeten we strooien. Vroeger deden we stuiven, zat alles onder de bloem. Het scheelt gewoon heel veel schoonmaakmiddel. Er is zelfs ook stuifvrije bloem, die stuift minder. Maar Eline rolt dat heel rustig uit. We hebben deze kerstkrantjes net uit de oven. Altijd weer. Een paar dagen na Sinterklaas gaan we die maken. Een banket zijn ze kerstboom aan het maken. Met hazelnoot. Hazelnoot kerstboom. Daar hebben we een vormpje voor. De bewegende, dansende kerstboom. Ja, dat gaat helemaal in de rond, hè? Wat zullen we anders dan de chocoladeletter? Deze moet een beetje hard worden voordat de volgende kant gaan doen. Ja, zo stapeljes, hè? Kerstkrantjes en de boom hebben ze ook al gemaakt. En zo gaat het leven van een bakker verder. Mooie grote kerstkransen. Opperste concentratie bij Eline Nagelkerken. Ja, die zijn er mooier dan die van mij. Ja, dat is wel waar. En de kontjes afrollen. Dan vertellen wij al onze geheim eigenlijk een beetje van het worstenbrood. Ook heel veel mensen weten mijn recept niet, dus dat maakt er niet heel veel uit. Ja, het gehakt is ook heel belangrijk. Ja. En ik heb heel lekker gehad. En jij ook. Dat is hetzelfde. De wekker ging. Dus Eline gaat de worstenbroodjes eruit halen. Wij zijn de bakkerij aan het schoonmaken. Dat hoort er ook bij. Wauw. Oh, ik kon je echt niet goed houden. Daar ben je zo zwaar aan het plaatsen. Hier zet hem hier maar op. Ja, dan moet je het ook alleen doen. Ja, maar dat is een kleine platen. Nee. Schrijf maar over. Kun je wel, probeer maar. Nee, dat komt er niet. Dan moet je een schort aan doen. Kijk, dit zijn wedstrijdworstenbroodjes. Ze zijn wel donker hoor. Ja, een beetje aan de donkere kant. En dan moet je een minuutje korter pakken. Ja. Dan wordt die nog druk schoongemaakt. En wij zijn klaar. Eline, de worstenbroodjes zijn af. En dan laat ik het verschil even zien. Tussen de worstenbroodjes van Eline en die van ons. Dit is het finale worstenbroodje. Hier waar je op de bakplaat ziet, dat is ei. Want Eline spuit er altijd heel veel ei op. En ja, dit zijn gewoon hele mooie worstenbroodjes. En dit zijn onze worstenbroodjes. Ja, en dan bij de jury, kijk, hier zit er net een gaatje in. Of ja, ze zijn allemaal een beetje ruw. Deze zijn gewoon heel mooi strak. Dus glimmen allemaal heel gelijk. Want wij spuiten er niet zoveel ei op. En daarom staat Eline zo knap in de finale. Nee, die worstenbroodjes voor jou die kost wel drie keer zoveel tijd als die van ons. En ze zijn ook 40 cent duurder. Ja.
Maar dat is ook omdat het meer werk is. Deze is echt ook klein. Je hebt ook een duurder recept dan dat wij hebben. Dat ook nog. Wat wil je nou gaan doen? Want je had net de hele tijd ergens een server. Dat ik een lusje, gewoon met je vader. Ja. Eigenlijk wou je met papa en mama, maar mama die had geen tijd. Dus die bleef op kantoor. Dus dan gaan wij samen even zo lunchen. Of wij zijn klaar. Ja, ik heb echt honger. Deze nog wel even inpakken zo meteen. Dan moet ik hem even afkoelen. Ja, het roodje ziet er ook echt wel lekker uit. Die neem ik meestal. Kijk. Champignons, uien, spek en dan een loedersaus. Ja, ziet echt wel lekker uit. Alleen een ijskopje smaakt er niet bij. Nee. Soep is echt warm, maar dat is wel logisch. Ik weet niet hoe deze koude soep krijgen. Ik heb lekker met Eline worstenbroodjes gebakken. Een paar kruisjes gemaakt, krantjes, en, alle kerstdingetjes zijn er weer een beetje. En ik kom thuis en de eerste kerstkaart ligt in de brievenbus bij de bakkerij van een fan. Voor helemaal uit Oostenrijk. En dat is toch dan wel weer leuk als je een keer een kerstkaartje ziet. Heel Weihnachten. Ja, in Oostenrijk doen ze dan nog meer, denk ik. Goed. Maar vroeger hadden we daar gewoon een standaard voor, hè? Ja, daar hingen we allemaal zo op. Ja, en dat staat er ook bij je... lees de eerste regel maar. Hallo allemaal, plus natuurlijk Sissy. Ja, leukste, hè? Dus ja, dan is wel weer grappig. Ja. Vergeet je een beetje kerstkaartjes, hè? Ja, ik ben er zelf mee gestopt. Ja, ook. Wij zijn er mee gestopt een paar jaar geleden. Dus, maar dat komt ook om december is gewoon voor het werk zo druk. Ja. Maar dan is het toch wel weer. Leuk, die eerste kaart. Ja. Ja. En dat is mooi naar Sinterklaas. Precies goed. Nou, ga maar lekker doorwerken. Ik ga nog wat boodschapjes doen. Verschil moet er zijn, hè? Ja, nou, ik wil wel ruilen, hoor. Ik boodschapjes doen. Oh ja? Wat mag jij doen? Jij wilt het en niet. En de kerstbomen, achter de computer gaan zitten. Kerstbomen en lampjes erin. Ja. Maar dat kunnen we wel eens samen doen. Ja. Heb je het in de vlog over gehad? Als, nee, nog niet. We twee nee. Zieken hebben we vandaag. Twee maar vandaag? Oh. Nu? We hebben twee spukers nu. Vannacht hadden we Merel, die kwam 3 uur op onze kamer. 4 uur? 3 uur. Ik heb overgegeven, ja, heel de hal onder, ze zei er gooit er maar een handdoek over, daar hebben we morgen al op, dus ze kon vanochtend boven. Ik denk de 5 handdoeken op, ik denk die ene handdoek gooi ik al weg, want ze had een oude handdoek, we zeiden ja, pak een oude handdoek. Dus, ze was net te laat bij de wc. Het zat ook op de muur. En dat is dus ook gelijk de reden. Dat jij overal, altijd op elke emmers. Kamer een emmertje hebt staan. En dan zeggen mensen, waarom heb je dat gedaan? Omdat die afstand bij ons, tot aan van de kamers tot aan het toilet, best wel groot is. En ja, dus we kwamen er nu achter dat er niet overal emmertjes stonden. Dus ik heb net weer 3 emmertjes van de bakkerij meegenomen. Ja. En ik ben manden gaan zoeken voor de kerstbomen. En ik ben bij 5 zaken geweest. En nergens hadden ze een mand. Dus daar heb ik ook emmers voor meegenomen. Blauwe emmers. En daar mag Sophie een mooi papiertje omheen doen. Dus ik ga nou de kerstbomen op een plekje zetten. Ja, ik ben ziek. Ook gespuugd. Ja, je had ook gespuugd. En van de week heeft Junior ook gespuugd. Madelief gespuugd. Nee. Madelief nog niet. Nout. Oh, Nout. Ja, wanneer had jij het? Eergisteren. Oké, maar ziek zijn ze niet. Het is alleen spuug, hè? Mm-hmm. En oma heeft het ook gehad. Oma, wanneer had jij het daarvoor al? Ja. Nee. Junior was de eerste. Je had met Sinterklaas? Ja, op s'avonds. Ja, hij had pakjes s'avonds. Oma ook. Oma ook. Zij had het vorig weekend al. Ja. En nu weer. Dus het is hier raak. Oh, Junior is wakker. Hey. Ja, mama zie je, kom maar. Hoi, Juniortje. Slaap op de bank. Oh, word je net wakker. Ben je knap als je wakker bent? Ja. Maar ben je knap als je wakker bent? Linda is al naar huis. Zal papa de kerstboom in de emmer zetten? Mama. Kijk maar. Ik heb wel in de emmer gespuugd. Jij wel, Nout ook? Want, nee, Nout oh, die was wel door zeker. Ik zei vanochtend dat ik mijn Linda ik voelde de emmer. Ik zat heel de dag vast aan het klagen over buikpijn. Ja. En oh, daarom heb je de emmertje daar staan. En toen ging ik naar de woonkamer, wat me echt niet lekker vond. Ging ze tv kijken en toen moest je spugen. Ja, toen kon Linda gratis en toen moest ik bijna huilen omdat ik zulke erg buikpijn had en toen ging ik spugen. Waarom? Nou, Merel is ook terug naar bed gegaan. Dan moest je toen huilen.
Ja. Wanneer moest je huilen? Toen je moest spugen? Ja? Waarom? Gewoon. Deed dat pijn? Nee. Ze schrikt een beetje, denk ik. Jij al bijna nooit. Jawel hoor. Vind je niet? Nee. Mereltje is weer terug naar bed gegaan. Oh. Nu? Is nu bed. Maar Merel is wel een beetje ziek van dan. Maar dat was ook goed misselijk, zei ze. Oh. Wat voor je mot. Wat gaat papa nou doen? Kijk eens. 1 en 2. Ja. Oeh, voor toef. Hey. Die zit schuin erin. Die is goed. Die is een goedje. Misschien een tafeltje om even van zijn kant af. Het is een tafeltje. Ja, dat zei ik al. Er is er 1 is los. Mama. Ja, lieverd. Oh, dat is weer recht dan? Ja. Dat is ja. Een tafeltje. Ik ben bang dat tafeltje omklapt. Nee. Met dat gewicht. Nee. Ja, dat is beter. Staat hij recht? Nee. Niet hij moet net een beetje naar voren, zeg maar. Ja, even zijn stam. Ja. Hij hangt een beetje naar achteren, dat is niet erg. Nee, dat is niet. Voor. Hoe noemen ze die ook alweer? Die bomen? Kerstboom. Nee. Auw, mijn hoofd. Naaldboom? Nee, ook niet. Wat een andere naam. Oh, de, het ras zeg maar. Ja. Ja, wat zei die nou? Norman? Ja, Norman. Dat is een echte Norman. Ja, dat was die andere waren of te groot of te klein. Ja, die waren de goede baas. Maar deze was veel mooier dan die. Ja. Dat is een beetje een zielige Noordman en dat is een volle Noordman. Maar daarom ook de lampjes ook nog in. Ja, en we moeten nog even die lampjes uit de kelder pakken voor de deur. Ja. Snoepbomen. We gaan snoepbomen maken, ja. Snoepbomen. Maandag, hè? Kijk, deze gaan we al doen. Die hebben we al klaargestaan. Dus mama. Maandag hebben we opnames. Als je een snoepje mag, kan je dan ook uit de boom ja. pakken. Of een koekje. Koekjes, chocolaatjes. Schoonkruisjes en slingers van suikerspin. Uh-oh. Uh-oh. Wil je nog een beetje snoep gaan pakken voor? Nee, dat hoeft niet. Het is wel jouw hobby dit, hè? Ja, ik ben hier heel goed in. Maar niet heus. Dat vind je ook heel leuk om te doen. Heel leuk, ja. Ook. En jij kan het ook heel goed. Ja, wij zijn daar samen topteam in. We hebben daar geen geduld voor. Ik moet Eline doen, die hebben wel geduld, heb ik vandaag alweer gezien met die worstenbroodjes. Hoezo? Ja, nou. Die heeft daar geduld mee. Daarom maar, ik maak ze mooier dan mij. Dan gaan ze uit het pakje, ze zitten al in de war bij mij, hè? Ja. Kerstlampjes. Pas op hier. Komkommer. Even lekker happen. Wat wil jij? Augurken. Maak hem open. Ja, dat kan ik niet. Te slap. Ben je te slap nog hoor? Probeer maar gewoon. Nee, en met natte handen. Mogelijk. En mijn handen zijn te klein. Allemaal smoesjes. Kijk, dat ook niet. Nou, draai het me toch. Zal ik het proberen? Nee, ik draai. Nou, ja. Ben je zo slap? Nee, mijn handen zijn nat. Echt niet? Nee, handen zijn niet nat hoor. Dat wil je mooi zeggen. Ah, nee. Floor. Hey. Ja, ik hoorde al zo. Zo, maar zelfs, die Floor is toch sterk? Jij bent wel sterker dan Nout. Oké, arm te drukken? Ja, wij? Nee, Floor en ik. Oh, die gaan naar zo. Wat? Oh, Nout. Zo.
Ja, en nou deze smoesjes. Oh. Dat was eigenlijk gewoon op de vloer. Nee, ik had geen goede grip. Ja, je had smoesjes. Nee, echt niet. En Floor krijgt die deksel eraf. Hé, hey. Zo. Neem jullie maar lekker augurkje. Hé? Wat is dat daar in dat bakje, dat vieze geel? Weet ik niet. Nu wil ik 2. Snackies nog pakken? Snackies ga ik nou pakken. Ik vind het interessant om stil te kijken. Een beetje Teletubbies te kijken met een augurk. Is die lekker, Junior? Ja? Dus even schermpjes tijd voor de kinderen. Ja, ze zitten gezellig in de keuken. En de pot augurk, ik had net de pot opengedraaid, hè? En dit is er nog. Ja. En een schaaltje al 4 keer gevuld. Nou, dan kunnen we allemaal augurk pakken. Maar ben ik even kijken nog, schat. Dan val je geen stoel. Ons punt op de ook weer gaan. Chicken nuggets. Chicken wings. Frikandelke. Nee, dit is niet meer. Nee? Oh, zijn we andere. Ja, dat is de zak die ernaast ligt. De tafel is afgeruimd. En Guusje heeft heel goed geholpen. Dankjewel. Ja, dat is de camera. En die mag jij niet. Nee, vandaag niet. En ze hebben goed gegeten. En wat ik straks over die augurkenpot. Nou, dit is dus nog over van de augurkenpot. 2 augurken. En dit is eentje die zijn bordje niet helemaal leeg heeft. Verder is alles op. Redelijk goed gepland. Oh, nou, daar gaat nog een augurk. Oh, Junior wil ook nog een augurk, denk ik. Ja, lekker hè? Ja, daar zijn alle augurken mooi op. Guusje is met mij mee naar de bakkerij. Omdat ze mee wil doen aan een fotoshoot voor O'Lilly. En dat moet een kindje zijn tussen de 1,16 meter en 1,20 meter. Dat is heel belangrijk. Dat je die maat hebt. En in de bakkerij hebben we een meetlat. Dus we gaan jou meten. Moet ik schoenen aan of schoenen uit? Ja, doe maar schoenen uit. Ik ben benieuwd of je het redt. Dan zet ik eerst een streepje. Loop maar weg. Dat is een meter. Oh. 1,21 meter. Nee, dat kan. 1,21 meter. Dat kan wel, hè? 1,21 meter kan niet. Nee, mag eens? Ja. Dit nee, maar daar. 1 meter zet pech, 1 meter 21. Ik denk dat jouw moeder jou gewoon opgeeft. Dit is 1 meter. En dan doen we zo. Moeten we echt bij de 1 beginnen ook echt? Nee, bij de 0 daar. Precies 1 meter 21. 1 meter 21. Ja. Ik mag wel meedoen, hè? Dat weet ik niet. Ja, dan ben je in een week een centimeter gegroeid. Ja, dat hoort bij fotomodel zijn. Dat mag wel, denk ik, hoor. 1 meter. Mama die zegt gewoon, ja, 1 meter 21. 1. Ze zal gewoon een plaatje van jou sturen, een fotootje. 1 centimeter. Met, dit is Guusje, die wil heel graag. En die is 1 meter 21. Ja, zo is het leven van een fotomodel. Ja. Zo is dat. Heb ik ook niet verzonnen. Ja, ik ga even nog de bakkerij klaarmaken. En dan gaan wij naar huis. En dan gaat Guusje naar bed. Ik ga nou even opblijven, denk ik. Ik ga bij Eline slapen. Oké, mag je bij Eline slapen? Ik weet niet. Als ik me beter voel wel.
Dus allemaal bedankt voor het kijken naar onze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe. Wanneer is het eigenlijk? Wat? De dingen. Dat weet ik niet. Als het nou bijvoorbeeld volgend jaar is, dan ben ik al 1 meter. Ja, 22. Kees in de we hebben ze niet allemaal bij. En welke is nou Milene? En welke is nou Giza? Ik heb er een beetje zin in. Nee, niet seks joh.